Morgenavond in Peter R. de Vries, misdaadverslaggever bij het horrorpension in Anjum, waar tijdens de kerstdagen twee vermoorde mannen in de tuin werden opgegraven en sindsdien de wildste verhalen de ronde doen. Met een uiterst dubieuze hoofdrol voor de 52-jarige pensioenhoudster, biologe en hoofdgedachte Marianne van der E. Dat en meer morgenavond in RTL Actueel.